Welkom bij de 14.3, de Aap uit de Mouw Biocast. De leerdoelen van deze paragraaf zijn dat je het belang moet kunnen vertellen van rechtoplopen voor mensachtigen. Je moet kenmerken kunnen noemen van drie soorten mensachtigen en het belang kunnen noemen van de eerste werktuigen. Toen de Origin of Species uitkwam, was men er nog niet zo voor om ervan uit te gaan dat mensen en apen een gemeenschappelijke voorouder hadden. En het was de bisschop Wilberforce die in het lagerhuis in debat ging met Aldous Huxley en aan hem vroeg of de afstamming van de apen kwam van zijn moederskant of van zijn vaderskant. Waarop hij antwoordde dat hij liever van een aap zou afstammen dan van iemand die bij zijn gezond verstand is en dat gebruikt om de waarheid te ontkennen. Maar ook korter geleden was het Fred Hoyle die zei dat de kans dat hogere vormen van leven ontstaan uit lagere vormen te vergelijken is met de kans dat er een tornado over een schroothoop gaat en dat aan het eind te zien is een volledige Boeing 747. We kijken naar de afstamming van de mens. En we kijken naar de Rheopithecus groep. En dat is de laatste gemeenschappelijke voorouder die wij en mensapen hebben. Natuurlijk hebben we nog veel meer gemeenschappelijke voorouders, maar die gaan nog verder terug. Net zoals wij en komkommers een gemeenschappelijke voorouder hebben. Die Rheopithecus was de basis voor het ontstaan van Australopithecus afarensis. Australopithecus robustus en Australopithecus africanus. En daar ontstaat ook een van onze voorouders uit, Homo habilis, de handige mens, die in de savanne rechtop ging lopen. Het voordeel was dat hij zijn vijanden beter kon zien en eventueel voedsel, maar hij had ook de handen vrij om gereedschappen te maken, waardoor hij veel meer voedsel kon krijgen. Niet alleen maar van kadavers afhankelijk was, maar ook grotere dieren kon doden. Daaruit ontstaat Homo erectus, Homo sapiens neanderthalis en tenslotte Homo sapiens. De voorouder in het midden is de Australopithecus afarensis. En Don Johansson vond een gedeelte van het skelet in Afrika van deze mensachtige die hij Lucy noemde. Verschillen tussen mensachtigen zijn te vinden in de schedelinhoud, in de aanhechting van de kaken. Je ziet bij de schedel van Homo sapiens rechts dat er veel minder krachtige kaken zijn. Ook die oogkassen is een veel minder grote aanhechting voor spieren, zodat het eten van taaivoedsel, van planten, veel moeilijker gaat. De schedelinhoud is natuurlijk veel groter. En om even te kijken, zo'n schedel die je vindt, alleen de gekleurde delen in de schedel rechts zijn werkelijk de resten die gevonden zijn. De rest is erbij gemaakt. En hier zie je de verschillen die in de schedel Australopithecus afarensis is gevonden in Afrika. En mensachtigen zijn ontstaan in Afrika en hebben zich van daaruit verspreid over de wereld vanuit Afrika. De westerse wereld verspreid. En daarmee zijn we aangekomen van de 14.3 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.